Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 24 november 2014. Obama saboteert de crash onderzoeksresultaten MH17. Hij heeft een parcours uitgezet om de resultaten van het onderzoek volledig naar zijn hand te zetten. Om dat te kunnen begrijpen, moet je thuis zijn in politieke chantagepraktijken. Nou, dat zijn jullie niet, dus ik zal even uitleggen langs welke lijn je moet denken. Op de website van het Witte Huis staat een factsheet, 21 november 2014. Daarin geeft het Witte Huis aan wat zij doen in Oekraïne. Dat factsheet bewijst een aantal zaken. 1. De datum 21 november 2014 bewijst dat Obama akkoord gaat met het feit dat het Kiev-parlement de Donetsk-regio dwingt te leven zonder mensenrechten, zonder overheidsdiensten en dus ook zonder rechtbanken. Dat mag niet. Volgens VN-verdrag, EU-verdrag, alle mensenrechtenverdragen mag dat niet. Dan heeft dat direct een invloed op het onderzoek dat het internationaal strafhof is gestart naar Oekraïne. Het internationaal strafhof vindt het dus goed dat Nederland een dictatuur is. Ze helpen de koninklijke familie en het parlement bij het folteren en vermoorden van Hollanders. Ze helpen Obama en Poetin bij het folteren en vermoorden van mensen. Ik ben die rechtszaak gestart tegen Obama en Poetin omdat zij tegenover mij bewezen hebben dat zij willen dat het ICC niet meer is dan een lobby- en liquidatiecentrum. Het internationaal strafhof is opgebouwd voor 50% door Amerikanen, Donald Ferenc. Door deze lobbytoestand is het voor Amerika niet nodig om lid te zijn van het ICC. Nou had Amerika niet gerekend op Desiree Stokkel, die slim genoeg is om het Folterverdrag te gebruiken om duidelijk te maken aan planeet Aarde dat Obama wil dat het ICC een lobby- en liquidatiecentrum is, een witwaspraktijk is. Oké, we gaan terug naar het factsheet. Daarin staat dat Kiev aan donaties ongeveer $500 miljoen krijgt en dan krijgen ze ook nog een officiële lening van $1 miljard. Wat krijgt de Donetsk-regio? Ze krijgen 15 miljoen voor het vluchtelingenprobleem en 3 miljoen via de VN-voedseldienst die dan voedsel moet uitdelen aan het volk in Oost-Oekraïne. Het komt er dus op neer dat de Donetsk-mensen van Obama te horen krijgen: jullie hebben geen mensenrechten, jullie mogen niet naar de rechtbank. Jullie krijgen 15 miljoen om op te rotten en 3 miljoen als je blijft zitten en je wilt niet doodhongeren, maar die 3 miljoen is niet genoeg, dus je kunt doodhongeren. En dat heb ik allemaal geregeld via het internationaal strafhof en via Nederland. De onderzoeksresultaten van de MH17 worden dus beïnvloed door die 1,5 miljard van Amerika aan Kiev en die slechts 18, 20 miljoen aan het Donetsk-volk. Ik vraag me wel op welke bewijsstukken Obama nu heeft. Hij schreeuwt toch dat hij satellietfoto's heeft? Nou, we hebben ze nog steeds niet gezien, hè? Het probleem in Nederland is dat het internationaal strafhof deze werkwijze van Obama goedkeurt. Als je naar dat factsheet gaat, dan zie je ook dat daar een anticorruptieregel in is opgenomen. Maar anticorruptie verloopt via het internationaal strafhof Eurojust en dan de crime office van de VN. Dus het ICC bepaalt wie welke rol speelt binnen anticorruptie. Obama weet dat en dat betekent dat het volk van Donetsk de schuld gaat krijgen van de MH17. Want daar zijn ze nu al mee bezig. Daar is de EU mee bezig, de VN. En dat doen ze dus omdat ze die oorlog tegen Rusland willen starten. Poetin is niet slim binnen dit geheel.
Poetin denkt ik heb het laatste woord. En Desiree Stokkel heeft het laatste woord over mij en over Obama en over de bewijsstukken. Ja, dat is wel zo, maar Poetin verdedigt zichzelf niet juridisch correct en dat maakt hem erg zwak. Daardoor zal de oorlog in Oekraïne toenemen. Er zullen heel veel dode mensen gaan vallen deze winter. En zal ook Rusland steeds vaker de schuld krijgen en zullen de NAVO, de EU, de VN steeds agressiever optreden tegen Rusland. En dat vindt het internationaal strafhof goed. Dat leidt ertoe dat de onderzoeksresultaten door Nederland worden afgestemd op een lobby waarvan ik het einde vandaag nog niet kan zien. Nou, dat wil toch wel wat zeggen, want ik kan heel ver de lobby inschatten vanuit Kiev, vanuit de NAVO, vanuit ICC, VN, Europa, maar toch kan ik het einde niet zien. Het enige wat ik nu zie is dat een uitroeiing van het Donetsk volk. De MH17 mensen worden met de week zwakker. De rechtspositie van de MH17 mensen wordt met de week zwakker. En daar kiezen ze zelf voor. Ik vind het getuigen van erg weinig gevoel voor eigenwaarde. Je laat je familie, je laat je leven, je verdriet niet gebruiken voor politieke genocidespelletjes. Ik stop. Dag.